Of zoek gewoon zoek gewoon een hele rijp uit. Gewoon eentje die je nou echt keihard zou willen. Een beetje feesten, jongens. Ja? Hier, wow. Ik mag een film. Hallo, jij kijkt naar een nieuw podcast. Ik ben Gaddy. En ik ben Daan. En wij gaan vandaag met z'n tweeën naar carnaval in Noordwijkerhout. Joepie. Maar we gaan niet in deze kleren. Jep heeft kleren of carnavalskleren voor ons geregeld, maar we weten nog niet wat. Ik hoop dat het een beetje fatsoenlijk is. Want anders dan gaan we hem tik op zijn achterhoofd geven. Ik mag het hopen. Wat een kut outfit. Ja, zeg dat wel. What the fuck? Waar moeten we heen? Ik denk dat we daarheen moeten, dus laten we maar gaan. Godsamme. Je wordt toch kotsmisselijk. Oh, kut. Nou hè, we zijn er eindelijk. Godverdomme. Fucking lang lopen. Nou, hier, kijk. Plak hem erop. Nou hè, dit is nu ook gemeente Katwijk. En wij gaan nu carnaval vieren. Yes! Is dit de artiesteningang? Nee, dit is niet de artiesteningang. Nee, waar moeten we dan naar binnen? Dus, de artiesteningang is hier om het hoekje. Ja? De hoofdingang, daar mag ook door het artiest in. Ja? Oh nee, maar dit is de artiesteningang, grap. Kijk. Kunnen we deze open doen? Hier kwam net iemand uit. Oh, hallo. Dank u. Als het goed is moeten we hier naar binnen. Is dit de artiesteningang? Nee. Nee, dat is niet de artiesteningang. Wat is de artiesteningang dan? Nee joh, ik heb helemaal geen tijd voor. Moeten we dan daarheen? Oh, kom maar. Nee, ik weet niet, je nummer naar de... Hallo. Wow, ja, dat is wel waar. Vijfje! Waar moeten we heen? Weet ik niet. Wat is de bedoeling? We moesten gewoon naar binnen. Jullie moesten gewoon naar binnen? Ja, we zochten de ingang en we zagen een deur openstaan. Vandaar, maar jullie komen hier filmen of zo? Waar is het voor? Ja, voor podcast. Oké. Prima, veel plezier, maar loop voort even door de hoofdingang, hè. Dat gaat even beter. Okay. Dat is alleen voor artiesten. Ja, okay. Ja? Nou, wij komen uit Katwijk. Ah! En wij vragen ons af wat carnaval nou eigenlijk inhoudt. Een beetje feesten, jongens. Ja? Hier, wow. Ik mag een film. Ja, zuipen en feest vieren, dat houdt in. Oké, dank u wel. Ik vind het helemaal niks hier ook. Die drukte. Zoek gewoon een wijf uit dat jij zou doen. Of zoek of zoek gewoon een hele rijp uit. Gewoon eentje die je nou echt keihard zou willen. Ja, is goed. Wat houdt carnaval nou eigenlijk in? Ja, gek doen. Gek doen. Waarom? Ja, iedereen doet gek, toch? Ja, ik kom uit Katwijk, maar ik weet niet hoe dat is. Nee, Katwijk is zo gewoon, hè? Ja, we zijn heel gewoon. Ja, klopt, ja. Mevrouw? Oh, wacht. Ik heb een vraag. Mag ik misschien een biertje voor deze jongen? Alleen als hij een muntje geeft. Gratis. Filmen wij de bar? Nee, ik moet echt een muntje hebben, sorry. Mevrouw? Mevrouw, mag ik u een paar vragen stellen? Ja hoor, dat mag. Wij komen uit Katwijk en wij weten niet wat carnaval inhoudt en waarom het zo leuk is. Carnaval is vooral feesten, maar het komt ook uit het geloof, hè? Ja? Ja. En weet u ook het hele verhaal daarachter? Want daar ben ik nou wel benieuwd naar. Je viert carnaval en daarna ga je de vaste tijd in, dus je mag nog even 4 dagen losgaan. Zo zie ik het. Oké. Ja. Nou, duidelijk voor mij. Oké, mooi. Dank u wel. Alsjeblieft. Het is de rechter. Dennis! Ja, een beetje te, ja, precies ook echt in mijn koffie, dankjewel. Het is ook echt... Ik geloof niet dat dit een succes is. Want ik kom uit Katwijk, maar ik weet niet wat het nou inhoudt. Dan zal je het ook nooit weten ook. Daar moet je een lekkere auto voor zijn. Wat een optocht. Hij zei mijn shot, lul. Hé, dat hoef jij ook niet. Dat is je vriendin toch? Nee, dat is mijn chimai van gisteren. Nou, dan heb je niet goed gedaan. Hé, hey, bier! Ja. Nee, wat ben ik zo
Wij mogen weer geen bier, Gaddy. Echt kinderachtig. Wat houdt carnaval nou voor jou in? Nou ja, gewoon een beetje gek verkleden en feesten. We moeten lekkere wijven spotten. Ja, maar die zijn hier niet. Nou ja, ze zullen hier vast wel ergens zijn, toch? Het is fucking warm. Wat heeft u op uw hoofd? Dat die mooi is. Nee, wat heeft u op uw hoofd? Oh, wat heb ik op mijn hoofd? Gewoon mijn hersenen, hè? Ja. Zijn die zo groot? Ja, natuurlijk. Wat zit er allemaal in dan? Nou, vreselijk veel intelligentie natuurlijk. Waar is het voor? RTV Katwijk. RTV Katwijk? Ja. Dan wil je gauw opdoen. Nee, heel kort. Heel kort. Wegwezen met je Katwijk. Heel kort. Waarom heb je dit pak aan? Ben je op dit pak gekomen? Omdat dat kan. Hoe ben je erop gekomen? Hoe kan ik er komen? Wat? Laat maar. Mooi stop. Dit hebben we in een vaandel. Wat? Niks. Dit is het vaandel van de tomatenplukker. Oh ja. Ik verstond niet wat je zei. Doei. Wat? Wat is er? Oh. Ons eigen blaasgebel. De boer is. Wees in de rode blaas. Een rolie. Wat? Ja. Ja, oké, doei. Nee joh, boeit niet. Wat is de x-as gedeeld door de y-as keer 3 maal? 4. Het is ongelooflijk. Ja, zie je. Hoe dan? Ja. U bent de nieuwe Albert Einstein. Ja. Ik wou het niet zeggen, maar leuk dat je erover begint. Waarom heeft u dit pak aan? Ik kreeg het bij een kratje Heineken. Nou, ik vind hem mooi. Ja? Oh. Wat heb ik verdiend? Niks. God. Niks. Hij komt uit Katwijk en nog niks weggeven ook. Nee, tuurlijk niet. Daar vind ik wel erg jammer. Dat doen we alleen bij ons eigen dorp. Nee. Ja? Ja. Ja. Nou. Maar wat zit er voor mijn bak? Beetje oudbollig. Ja. Nou. Ja, helaas. Ja, ik kan er niet meer van maken. Ja, oké. Okay. Ja, oké, okay, bedankt. Oké, okay, graag gedaan. Joe, alles goed. Doei. Hoi. Wat houdt carnaval voor jullie in? Gezelligheid. Ja, en voor jou? Ook gezelligheid. En jou? Ja, gezellig. Waarom hebben jullie allemaal dezelfde mening? Ja, weet niet. Geen idee. Ik weet het ook niet. Allemaal dezelfde mening. Daan, kom er ook bij. We gaan een polonaise doen. Nee, hoeft niet. Dennis, we gaan met z'n allen polonaise doen. Ja, oké. Oké, kom. Dennis ook. Ja, Dennis. Oké, ik ga vooraan. Oké, Daan, kom. Tu. Doen jullie ook mee? Kom. Meneer, u gaat ook meedoen. Maar dit is gewoon niet leuk. Willen jullie meedoen met de polonaise? Nee hoor. Niemand wil. Hebben jullie een vriendje? Nee. Oh, mijn Instagram is Daan2040. Nou, leuk. Heb jij een vriendje? Ja. Mijn Instagram is Daan2040. Wat zeg je? Daan2040, moet je opzoeken op Insta. Zo. Wanneer ben je vrij? Is dit jouw openingszin? Hè? Godverdomme, ik denk, jij komt wel met een mooie openingszin, maar... Een beetje schamen deze. En bedankt. Hey, deze mensen doen nu wel allemaal een polonaise. Maar met ons meedoen, die willen ze niet. Ik ben de prins en ik ga voorop in alle polonaises. En ik ga voorop bij de Raad van Elf. Dus daarom liep er niemand met iemand met ons mee vandaag? Daarom liep ik inderdaad voorop, ja. Heb jij een vriendje? Nee. Heb jij een vriend? Nee. Oh. Zou je met mij willen daten? Nee, bedankt. Hoezo niet? Gewoon. En jij? Ja hoor. Yes! Jij mag weg. Zo. Waar? Wat zoek je eigenlijk in een jongen? Ja, dat weet ik niet. Dus ik zou kans maken. Ja. Nee. Het is moeilijk. Maar ik heb gehoord dat u een privé optreden voor ons zou doen. De 15.000 komen bij u terug, hè? Kom, en dan kom ik bij jullie optreden. Een privé optreden. Afgesproken. Gaan we ook nog doen, hè? Ja, maar wanneer? Wanneer Jeffrey het regelt, ben ik er.
straks niet backstage doen? Ik vind het prima als Jeffrey straks een goede datum hebt. Dan prikken we het, doen we het. Maar jullie maken reclame dat we wel publiek hebben. Ja, ja. Oké, is goed. En, oh ja, goed. Maar wij doen een liedje waar we assistentie bij nodig hebben. Ja, ja. Komen jullie aan het podium op? Tuurlijk. Hoor je dat, Jeffrey? Hun komen met ome Ari het podium op. Zijn we toch nog op het podium geweest? We zijn toch artiesten? Ja, we kwamen via de artiesteningang binnen. Maar dat mocht niet. Nee, maar we zijn gewoon artiesten. We hadden niet gelogen. Echt? Bedankt dat je hebt gekeken naar deze podcast. Doe even een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Later. Doei.